Het was een prachtige zaterdag en mensen maakten zich klaar voor de bruiloft. Maar dit was geen gewone bruiloft, omdat hun dominee Jeff trouwde met Zara op haar 18e verjaardag. Echter, toen de politie iets vreemds opmerkte, gelastte hij de bruiloft af. Het was een zaterdag, maar anders dan alle anderen. De zon stond hoog aan de hemel en scheen neer op de rustige gemeenschap en mensen gingen door met hun zaken. En voor een groot deel van deze mensen haastten ze zich naar de plaatselijke kerk. Ze waren onderweg om de bruiloft van hun geliefde dominee Jeff bij te wonen. Hij was al zo lang alleen geweest, voornamelijk toegewijd aan het leiden van de mensen naar de juiste weg en had weinig tijd voor zichzelf overgelaten. Eindelijk ging hij trouwen, maar het kreeg niet de reactie die een bruiloft normaal zou krijgen. Met de aanstaande bruiloft zou de dag gevuld moeten zijn geweest met vreugde en geluk. Iedereen zou uit moeten hebben gekeken naar de bruiloft en het bruidspaar het beste van het leven hebben gewenst. Dat was echter niet het geval. Iedereen was verward en nieuwsgierig naar zijn bruid. En de reden hiervoor was niet ver te zoeken. Zara, de aanstaande bruid, was slechts 18 jaar oud. Ze werd 18 op de dag dat ze trouwde. Veel leden van de gemeente waren teleurgesteld in dominee Jeff. Ze konden niet geloven dat een goede en vrome dominee zoals hij zoiets kon doen. Hoe meer ze erover nadachten, hoe meer ze van hem walgden. Ze begonnen zich af te vragen wanneer de dominee begon te denken aan trouwen met haar, aangezien ze slechts een paar uur 18 was. Ze uitten allemaal hun teleurstelling en ze vertelden het hem, maar niets zou Jeff van gedachten doen veranderen. Hij vertelde hun dat hij met Zara zou trouwen en dat was het. Toch, ondanks hun teleurstelling in hem, trokken ze allemaal naar de kerk op de dag van de bruiloft. Sommigen wilden zien of hij ermee door zou gaan, terwijl anderen er alleen waren om op zoek te gaan naar de juiste gelegenheid om het te ruïneren. Ze konden gemakkelijk zien dat er iets niet klopte aan de bruiloft en het leek wat gehaast voor comfort. Ze wilden niet dat Zara iets zou doen wat haar toekomst zou vernietigen. Maar het juiste moment kwam nooit. Iedereen keek met ontzag toe, terwijl de trouwceremonie zonder problemen verliep. Bijbelteksten werden voorgelezen en het jonge paar kreeg adviezen over hoe ze de nieuwe fase van hun leven konden navigeren. Al snel was het tijd om een gelofte uit te wisselen. Zara en Jeff stonden voor de ambtenaar en herhaalden hun gelofte na hem. Jeff ging eerst en zei de woorden. Hij glimlachte, terwijl hij in Zara's ogen keek. Toen was het tijd voor Zara om ook de gelofte uit te spreken. Maar net toen ze haar mond opende om te spreken, zwaaiden de deuren van de kerk luid open en liepen er twee agenten binnen. Hun entree was zo luid dat ieders aandacht meteen naar hen werd getrokken, zelfs het paar dat aan het trouwen was. Een van hen liep langzaam het gangpad af, zijn ogen op het altaar gericht terwijl hij hen scherp bestudeerde. En toen hij dichterbij kwam, werden zijn ogen plotseling wijd van verbazing toen hij iets vreemds zag en de ambtenaar beval de bruiloft af te gelasten. Hij riep Zara en vertelde haar van het altaar af te komen dat ze niet meer ging trouwen. Hij beval Jeff ook weg te gaan. Tot ieders verbazing smeekte Zara de agent echter om niet in te grijpen. Ze vertelde hem dat ze met Jeff moest trouwen, wat er ook gebeurde. De agent voelde een lichte pijn in zijn hart toen hij besefte dat het meisje waarschijnlijk gehersenspoeld was. Hij kon zien dat Jeff misbruik had gemaakt van haar naïviteit en haar had laten geloven dat ze van hem hield. Hij wist toen dat hij de bruiloft koste wat kost moest stoppen. Hij weigerde naar haar smeekbeden te luisteren en probeerde haar zelfs van het altaar te krijgen. Hij vertelde haar keer op keer dat ze hem later zou bedanken. En toen ze het niet meer aankon, viel ze op haar knieën en begon hevig te huilen. Voordat dit alles gebeurde was Jeff verreweg een van de meest geliefde leden van de gemeenschap. En dat was niet alleen omdat hij een dominee was. Hoewel hij een van de meest toegewijde christenen was die iedereen kende, was hij ook een voorbeeld van vroomheid en nederigheid. Hij was ook filantropisch en hij hield ervan dingen te doen waarvan hij zeker wist dat ze de mensen om hem heen gelukkig zouden maken. Hij hielp bij het bouwen van de school die de gemeenschap bediende en, alsof dat nog niet genoeg was, subsidieerde hij ook de schoolgelden zodat meer kinderen toegang konden krijgen tot kwaliteitsonderwijs. Hij hielp graag de behoeftigen en de armen. Vaak bezocht hij de huizen van de armste mensen en hij kwam met voedsel, kleding en soms geld. Voor degenen die ziek waren en geen geld hadden voor hun medische rekeningen, stond hij altijd klaar om hen te helpen. En voor mensen in gewelddadige huizen vocht hij voor hen en zorgde ervoor dat de daders de volle wraak van de wet ondergingen. De dingen die hij voor de mensen deed, konden niet worden gekwantificeerd en wat het zo mooi maakte was het feit dat hij gelukkig leek te zijn terwijl hij het deed. Hij deed het niet omdat hij meer leden in zijn kerk wilde of omdat hij wilde dat mensen hem leuk vonden. Hij deed het eenvoudig omdat anderen helpen hem gelukkig maakten. Toen hem werd gevraagd waarom hij altijd zijn best deed om goed te zijn voor mensen, zei hij dat hij uit een huis kwam waar hij en zijn familie beide alles ontbraken. De basisvoorzieningen waren een utopie en ze kwamen maar net rond met wat ze konden krijgen. Jeff wist hoe het was om niets te hebben en niemand te hebben die zich afvroeg of hij het zou overleven. En hij had gezworen toen hij priester werd dat hij zijn platform zou gebruiken om mensen te helpen. Hij zou zijn positie gebruiken om mensen gelukkiger te maken. Voor hem was de daad zelfs de beloning. Niet lang daarna kwamen Zara en haar moeder Sophie er in de gemeenschap aan.
Het was een kleine gemeenschap en iedereen merkte het op toen ze rondliepen. Lange tijd waren ze het gesprek van de stad. Mensen praten over hoe Zara en Sophie voornamelijk op zichzelf bleven en met niemand anders omgingen. Ongeveer een jaar later sloten Zara en haar moeder zich aan bij de kerk van Jeff. Zara, de proactieve tiener, en Sophie met haar engelachtige stem werden meteen actief in tal van activiteiten. Ze associeerden met meer mensen, maar niemand wist veel over hen. Ze praten zelden over zichzelf en zelfs als ze werden gevraagd waar ze vandaan kwamen, veranderden ze subtiel van onderwerp. Ze waren vriendelijk voor iedereen, ze hadden een glimlach en konden gesprekken voeren wanneer het moest. Ze deelden gewoon nooit hun geheimen. Zara en Sophie waren erin geslaagd hun leven op te bouwen in de gemeenschap en alles ging geweldig voor hen. Helaas kwam daar abrupt een einde aan toen Sophie ernstig ziek werd en werd gediagnosticeerd met acuut longfalen. Het was zo erg dat ze zo snel mogelijk een longtransplantatie nodig had. De ziekenhuisrekeningen waren duur en de behandelingen die ze kreeg voor de operatie haalden hun portemonnee helemaal leeg. Jeff kwam in actie en probeerde alles te doen wat hij kon, maar dit keer waren de rekeningen te groot voor hem om alleen aan te kunnen. Hij riep zelfs de gemeenschap op om geld in te zamelen voor Sophie. Ze had een nieuwe set longen nodig van een donor die veel geld kostte. Iedereen in de gemeenschap deed zijn best, maar ze konden slechts een fractie ophalen en het maakte geen verschil. In plaats daarvan slonk het elke dag met de verkende medicijnen die Sophie bleef ontvangen. Jeff gaf echter niet op. Hij ging naar andere kerken en vroeg zijn medepastors om hulp, maar niets werkte. Ze konden niet genoeg geld inzamelen en Sophie's toestand verslechterde alleen maar met de dag. Zara was ten einde raad. Ze wist niet wat ze nog moest doen. Haar moeder gleed voor haar ogen weg en ze kon er niets aan doen. Ondanks dit alles volhardde Jeff en iedereen prees de manier waarop hij streed voor Sophie's herstel alsof ze zijn moeder was. Ze wisten dat hij alleen maar zijn best deed voor een lid van zijn kudde, maar dat deed hen hem nog meer liefhebben. En dat was de reden waarom iedereen geschokt was toen hij plotseling zijn plannen aankondigde om met Zara te trouwen. Het kwam zo uit het niets. Niemand had het op enigerlei wijze zien aankomen. Het verontrustende was dat Sophie nog steeds in het ziekenhuis lag en niet eens iets kon doen over wat er gebeurde. Iedereen voelde zich misselijk en walgde van de acties van Jeff. Zara was zo'n jong meisje en het was niet logisch dat hij op zo'n manier misbruik van haar zou maken terwijl haar moeder in het ziekenhuis vocht tegen de dood. Jeff was niet openhartig met verklaringen voor zijn plotselinge beslissing en de mensen probeerden hun eigen verklaringen te bedenken. De meest voorkomende was het idee dat ze ermee instemde met hem te trouwen zodat hij kon blijven helpen met de zorg voor haar moeder. En dat was ook het meest plausibel, want behalve Zara had Jeff als enige opmerkelijke inspanningen getoond om geld in te zamelen. De mensen waren geschokt dat hun favoriet dominee zo laag zou zakken om zijn zin te krijgen bij een tiener. Velen van hen probeerden hem ervan te weerhouden, maar hij weigerde. Hij vertelde hun dat hij wist wat hij moest doen en dat was met Zara trouwen. Zijn koppigheid en weigering om in te zien waarom het een slecht idee was, maakten de dingen alleen maar erger voor hem en al snel begon hij volgelingen te verliezen. Veel mensen stopten met zijn diensten bij te wonen en ze zeiden dat ze alleen terug zouden komen als hij de bruiloft annuleerde. Dat deed hij niet. En elke dag kwam de bruiloft dichterbij. Naarmate duidelijk werd dat hij doorging met trouwen met Zara, besloot een bezorgd lid dat het buiten hun bereik lag en besloot de politie erbij te betrekken. Ze waren er zeker van dat er iets loesje aan de gang was, dat Jeff het niet vertelde en dat het leven van Zara in gevaar kon brengen. Niemand van hen wilde het doen. Ze hielden allemaal veel van Jeff, maar ze hadden geaccepteerd dat hij mogelijk niet meer gered kon worden. Hij had zijn pad gekozen en hij moest de gevolgen dragen. Op Zara's 18e verjaardag vond de bruiloft plaats en verliep vlekkeloos totdat de politie binnenstormde. Terwijl hij het gangpad afliep, merkte hij dat Zara hevig huilde op het altaar. De tranen stroomden over haar gezicht en verpestte haar make-up. Hij wist toen dat er iets mis was en probeerde Zara onmiddellijk bij Jeff weg te trekken. Toen ze op haar knieën viel en hevig huilde, probeerde de politie haar naar zich toe te trekken terwijl hij Jeff vertelde om weg te blijven. Maar, tot zijn schok, wrikte Zara haar hand uit zijn greep en rende terug naar Jeff. Ze sloeg haar handen door zijn arm en smeekte de ambtenaar om hen te trouwen. Nu raakten de leden van de kerk betrokken. Ze vertelde Zara dat ze niet met Jeff hoefde te trouwen. Ze beloofde haar te helpen genoeg geld te krijgen voor Sophie's transplantatie. Ze wisten dat het moeilijk was, maar ze zwoer het geld voor haar in te zamelen. Ze hoefde niet in een val te lopen alleen maar omdat ze haar moeder wilde redden. Dat was helemaal niet wat Sophie zou willen. Jeff stond aan het altaar en keek alles geschokt aan. Hij kon niet geloven dat het zover was gekomen. Hij zag hoe Zara worstelde tegen de politie die haar nog steeds probeerde weg te trekken. De mensen die steeds onrustiger werden en eruit zagen alsof ze bij het minste geringste konden uitbarsten. En besefte toen dat er maar één ding was dat hij kon doen. Hij besloot de waarheid te vertellen. Hij riep iedereen tot orde en vertelde hun dat hij hen alles ging vertellen en hen zelf liet oordelen. Hij vertelde hun dat het idee om te trouwen niet eens van hem kwam, maar van Zara. Zij was degene die met hem moest trouwen, niet andersom. Zara's vader was een zeer misogynistische man geweest.
Hij geloofde dat vrouwen geen geld moesten beheren en dat ze mannen in hun leven nodig hadden om hen te vertellen wat ze moesten doen, omdat ze zelf geen beslissingen konden nemen. En trouw aan zijn overtuiging hield hij Sophie buiten zoveel van zijn zaken. Ze was geen ondertekenaar van een van zijn bankrekeningen. Haar naam stond niet op een van hun bezittingen. Ze was buitengesloten van alles wat met zijn geld te maken had en gaf haar maandelijkse toelages die niet genoeg waren om iets te doen. In zijn testament liet hij zijn bezittingen en alles wat hij bezat aan Zara over, omdat hij geloofde dat Sophie niets te maken had met al dat geld. Helaas stierf hij later. Hij was betrokken bij een ongeluk dat dringende chirurgie vereiste, maar Sophie kon het niet betalen omdat ze geen toegang had tot het geld. Ze moest rondrennen en geld inzamelen, lenen van vrienden. Maar het was niet genoeg. Tegen de tijd dat het geld klaar was, had hij het loodje gelegd. Hoewel het ironisch was dat zijn eigen overtuigingen hem het leven kostte, was Sophie er nog steeds verdrietig over. Vooral omdat ze wist dat zijn dood voorkomen had kunnen worden. Maar toen stond er haar nog iets te wachten dat ervoor zorgde dat ze hem voor altijd zou haten. Na zijn begrafenis was het tijd om zijn testament te lezen en zoals verwacht had hij alles aan Zara nagelaten. Maar er was een clausule. Omdat zij zijn enig kind was, liet hij alles aan haar over, maar hij geloofde nog steeds dat geen enkele vrouw al dat geld aankon, laat staan een tienermeisje. Hij was er zeker van dat ze het zou verspillen aan nutteloze dingen en om dat te voorkomen voegde hij een clausule toe dat ze alleen toegang kon krijgen tot de erfenis wanneer ze met een man trouwde. Het geld zou dan van haar echtgenoot zijn die er vervolgens mee kon doen wat hij wilde. Voor Sophie en Zara was dit de hoogste vorm van verraad. Zelfs dood had ze ervoor gezorgd dat ze helemaal niets van hem kregen. Dat was toen ze besloten hem en alles wat met hem te maken had achter zich te laten. Ze wilde niets meer met de erfenis te maken hebben. Sophie beloofde keihard te werken om een goed leven voor Zara te maken en ze zouden overleven zonder het geld van haar overleden echtgenoot. Maar helaas nam het lot een andere wending die ze geen van beiden hadden kunnen verwachten. Sophie werd ziek en met haar dringende behoefte aan een nieuwe set longen moest er snel iets gebeuren. En toen Zara en Jeff alles probeerden wat ze konden zonder resultaat, had Zara geen andere keuze dan terug te keren naar haar erfenis. Ze wist dat ze genoeg geld had om de ziekenhuisrekeningen te dekken en genoeg over te houden. Maar de enige manier om het te krijgen was door te trouwen. Ze kon het risico niet nemen om al dat geld in handen van een willekeurige man te leggen. Dus keerde ze zich tot de man die ze meer vertrouwde dan wie dan ook, Pastor Jeff. In een eerste instantie aarzelde hij om haar te helpen, maar toen hij zag dat het hen al het geld zou opleveren dat ze nodig hadden voor de behandeling van Sophie, stemde hij onmiddellijk toe. Haar verhaal raakte hem en hij zwoer dat hij zou doen wat nodig was. Jeff vertelde vervolgens aan de gemeente dat hij alleen maar met haar trouwde om haar te helpen. Ze zouden het huwelijk niet consumeren en het zou alleen duren totdat Sophie volledig hersteld was. Dan zouden ze onmiddellijk scheiden en zou hij alles aan hen achterlaten. Ze hadden het huwelijk van tevoren aangekondigd, zodat het niet zo duidelijk zou lijken dat ze trouwden simpelweg omdat ze hun handen wilden leggen op het geld, ook al was dat hun plan. Jeff wilde ervoor zorgen dat hij alle bases dekte, zodat het zijn kans om het geld later te krijgen niet zou beïnvloeden. De politie vroeg hem vervolgens waarom Zara had gehuild. Het waren haar tranen die hem hadden aangezet om de hele bruiloft af te lasten. Zara zei dat ze emotioneel was. Haar bruiloft betekende dat haar moeder eindelijk haar behandeling zou krijgen en binnenkort zou ze beter worden. Het was een emotionele periode voor haar. Ze moest trouwen. Toen de mensen het hele verhaal hoorden, waren ze enorm geraakt. Ze hadden altijd al het achtergrondverhaal van Zara willen weten en nu ze dat deden, konden ze alleen maar denken aan hoeveel ze had meegemaakt en hoe vreselijk haar leven moet zijn geweest onder haar vader. Ze waren onder de indruk van Jeff. Ze waren geschokt dat hij zo ver zou gaan om met haar te trouwen, alleen maar om haar te helpen. Jeff verontschuldigde zich bij hen allen omdat hij hen in het duister had gehouden en zei dat hij het alleen had gedaan om de privacy van Zara en Sophie te beschermen. Maar hij was gedwongen het te onthullen, omdat de zaken uit de hand liepen. Deze keer, toen ze vroegen om te trouwen, protesteerde niemand. In plaats daarvan stemden de mensen ermee in en drongen ze er bij de ambtenaar op aan snel te handelen. Op het moment dat ze in de echt werden verbonden, haastten ze zich uit de kerk en reden als een gek naar het kantoor van de advocaat. Daar ter plekke ondertekende hij alles over aan Jeff, die het onmiddellijk aan Zara overhandigde. Vanaf het kantoor van de advocaat reden ze naar het ziekenhuis en Zara betaalde alle uitstaande schulden en betaalde ook voor de transplantatie. Het was een flink bedrag, maar het maakte niet eens een deuk in het geld dat ze had gekregen. Eindelijk kon Zara opgelucht ademhalen, wetende dat haar moeder de operatie zou krijgen en uiteindelijk ook zou genezen. Gelukkig was de operatie een succes en Sophie herstelde volledig. Trouw aan zijn woord scheidde Jeff Zara op de dag dat Sophie uit het ziekenhuis werd ontslagen en hij zorgde ervoor dat ze volledige controle had over alle bezittingen die haar vader had achtergelaten. Het leven werd beter voor Zara en Sophie en om een waardering te tonen zwoeren ze om forse donaties te doen aan elk project waar Jeff vanaf dat moment aan zou werken. Hij had alles op alles gezet om hen te helpen en zij zouden hetzelfde voor hem doen. De mensen van de gemeenschap hielden nog meer van hem na dit alles. Ze spraken over hem waar ze ook gingen en degenen die vertrokken waren keerden terug en brachten zelfs nieuwe leden mee. Ze konden niet stoppen met praten over hoe onzelfzuchtig hij was.
Pastor Jeff was een goed mens en hij beloofde dat hij altijd zou doen wat hij kon doen om ervoor te zorgen dat de mensen om hem heen gelukkig en vervuld waren. Wat een prachtig verhaal. Wie had gedacht dat Jeff de hele tijd aan het welzijn van Zara dacht? Wat zou jij hebben gedaan in zijn schoenen? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Vergeet niet op de like- en abonneerknop te drukken. Tot ziens in de volgende video.